Beste kijkers, welkom. U kijkt naar het programma Talktime van Natrais TV. Wat komt er nu eigenlijk allemaal bij kijken wanneer je een huis wenst te hebben in Suriname? Een stukje kavel, informatie? We gaan al deze zaken bespreken met de directeur van Preeston, de heer Helmoet Sedok. Helmut, welkom. Hi, hoe is ja? het? Ja, prima. Uitstekend. De ontspannenheid, onze Surinaamse achtergrond. Straal er vanaf. Dat is er weer. Ja. Zeg, als we bijvoorbeeld kijken naar Prezum BV, um, wat pitch zou je dan gebruiken? Hoe zou je het in de markt zetten? Um, creatief, jong van geest en we uh, zijn klaar om de nieuwe tijd weer in te gaan. Na 33 jaar zijn we weer aan een nieuwe uitdaging toe en dat laten we ook zien. Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk omdat er vandaag de dag de wensen van de uh, particulier, want het zijn voornamelijk particulieren of ook bedrijven... Voornamelijk, die wij jullie... we hebben een deel. Uh, we hebben particulieren, maar het, uh, het, gros, uh, het gros zijn particulieren, maar we hebben ook bedrijven die ons de opdracht gunnen om hun bedrijfspand neer te zetten. Hotels, uh, uh, technische bedrijven die totaal maatwerk uh, willen geleverd hebben. Nou, dat is het onderdeel, maar het gros van onze activiteiten, dat bestaat uit Particuliere woningbouw. Ja, natuurlijk zijn de vraagstukken anders. Hè? Um, particulier een bedrijf. Ja. Nou, zijn jullie 34 jaar uh, bezig. Ja. En in de tijd is de wens, de economie trekt weer aan, zijn allemaal weer veranderd. Um, waarom zou een particulier eigenlijk ervoor kiezen uh, om, om, om met jullie informatie en dergelijke in te winnen? Nou, waar we sterk in zijn, uh, de kwaliteit van de bouwwerken die we leveren, dat is uh, best wel hoog. Uh, heel kritisch kijken we naar de uh, uh, oplevering van mm -hmm. de woningen, de wensenvertaling, want dat is natuurlijk wel, uh, dat is ook een hele belangrijke... Ja, want er zijn ook mensen die minder valide zijn, dergelijke. Uh, en dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk goed van aan tafel zit en de wensen van de klant weet te vertalen naar een, een, een optimaal gebruik, zodanig ja. mm -hmm. dat de cliënt daar heel prettig in kan gaan wonen. Ja. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen, hè? Mm -hmm. dat is natuurlijk een hot item al jaren. Uh, hoe, hoe komt u daarin tegemoet? Nou, uh, wij zorgen ervoor uh, dat uh, nieuwe items, als bijvoorbeeld het groene denken. Ja, uh, zorg dragen dat uh, zonne-energie verwerkt wordt, kostenbesparend werken. Al dat soort elementen nemen we mee in, uh, in onze bouwwerken. Vooral de laatste jaren is dat wel. Heel een hele belangrijke vraag. Uh, en als de klant daar niet mee komt, dan helpen we de klant daarbij ook mee. En dat zijn dus de particulieren, maar ook de bedrijven? Ook de bedrijven. Want ja. die moeten natuurlijk ook besparen in, bij wijze van spreken, elektraverbruik. En als je daarbij een stukje zonne-energie aan kan toepassen, ja. of een vorm daarvan, dan zijn ze wel hartstikke blij. Nou kan ik me voorstellen, want jullie zijn uh, naast uh, Preis en BV, heb je namelijk ook te maken met Housing International naamloos vernootschap. Dus het is geen BV, het is nee. geen eenmanszaak, dus dat is nogal zwaar, ja. corporate zeg maar. Um, het, het succesverhaal van jullie, dat, dat zal niet alleen maar denk ik, aan Helmoet liggen. Nee, gelukkig niet. Het is een uh, groep, uh, hele, uh, je moet je voorstellen, het bestaat uit een bouwafdeling, een, uh, een afdeling management. Mm -hmm. Om het totaal te kunnen leiden. Maar nog belangrijker is het. U benoemde daarbij net Housing International. Die doen het veldwerk. Het ontbossen van gebieden. Het bouwklaarmaken van gebieden. Als nuts, de nutsvoorzieningen die worden aangebracht. Nou, al dat soort dingen doen we in Suriname. Ja, in opdracht van Prezen BV. Want het belangrijke is dat wij het maatwerk moeten leveren voor onze cliënten. Onder andere in Nederland. Ja. Want zij zijn onze grote afnemers. Als we bijvoorbeeld kijken naar een stukje ontbossing, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Want wat is dan het aanbod? Waar, waar praten we dan eigenlijk over? Nou, uh, je praat over. Ten eerste gaan wij na waar er belangstelling voor is uh, bereikbaarheid van gebieden. Uh, we weten ook wat de uh, wensen zijn van onze cliënten. Uh, gebieden die. Makkelijk bereikbaar zijn, dat je over tien jaar niet in een gebied zit waar er nauwelijks uh, een, ver, een, een, een verantwoorde verkeersstroom is. Ja. Dus al dat soort zaken brengen we eerst in kaart en dan gaan we ja. daarop zoek naar. Een stukje infrastructuur, Absoluut. maar natuurlijk ook bepaalde bouwmodellen, want jullie hebben ook bijvoorbeeld starterbouwmodellen, luxe bouwmodellen. En ik lees natuurlijk verkavelingprojecten, jullie zijn nogal breed. En dat, zijn, dat is allemaal een reeks wat allemaal nodig is om dit te realiseren in Suriname. Je moet je voorstellen, uh, verkavelingsprojecten is één. Je maakt klaar gebieden die je dan gaat aanbieden. Ja. Uh, maar uh, het moment dat je dat hebt, tegelijkertijd wordt er ook een uh, modellenreeks ontwikkeld. En dat is iedere keer weer anders. Hm. Want uh, onze bouwafdeling die, uh, gaat met de architect aan tafel. En uh, die moet dan vertalen de wensen, de wensen die, we, ja. de, die we de afgelopen jaren van onze cliënten hebben doorgekregen. Ja. En daar komen soms hele spannende modellen uit. Als ik nu kijk, de modellen van 2017 ja. en 2018. Ja. Nou, er is een totaal verschil. En dat in een jaar tijd al? In een jaar tijd. En ik moet zeggen dat uh, onze cliënten raken. Toch, toch iets wat ontregelt <laughs> ja. door de snelheid waarin de ontwikkelingen nu gaan. Want je stapt ja. nu over van het traditionele naar toch wel eigentijdse modellen. Ja. Bepaalde noemen dat de Amerikaanse modellen. Maar daarin zijn er ook een aantal elementen in verwerkt, zoals de nieuwe keukenvormen, mm -hmm. uh, klimaatbeheersing, ja. al dat soort zaken. En niet te vergeten, uh, de, de, de terugvertaling van de positie van het huis. Het huis komt vaak op een talud. De laatste vier jaar ja. bouwen we alle woningen op een talud, en dat betekent een verhoging van de vloer mm -hmm. van gemiddeld genomen 60 tot 90 centimeter. Mm -hmm. En dat heeft alles te maken met de waterhuishouding in. De gebieden ja, okay. waar men woont. Maar dan heb je het natuurlijk over het huis zelf. Het huis. Ja. Als we nou bijvoorbeeld even op een ander moment kijken, zoals nu bijvoorbeeld naar Housing International, mm -hmm. het stukje ontbossen en dergelijke. Je hebt hier te maken met. Aandeelhouders. Ja. De economie trekt aan. U gaf het net aan. De tijden veranderen. Um, wat doet het eigenlijk? Even tussen twee haakjes. Wat doet het met, uh, met uh, de aandeelhouders? Uh, uh, hebben jullie een goede revenue, wat jullie nu op dit moment ontwikkelen? Met Absoluut. Die, zowel VCN die, als. Uh, ja, die kijken als... natuurlijk ook naar de cijfers. Uh, uh, doen we wat we hebben beloofd? Ja. Um, en uh, worden ze vrolijk van om weer te investeren ja, dat is het, in he? nieuwe projecten? Ja. Want wij. We zien graag dat uh, zij ook met ons meekijken, maar ook met ons meedenken. Ja. En dat betekent dat je uh, niet alleen kijkt naar het moment van nu, mm -hmm. maar dat je bijvoorbeeld al projecten uh, in kaart kunt brengen uh, die over twee jaar pas ontbost zullen gaan worden. Want daarvoor komt er een heel uh, ander traject. Hoe krijg je het op naam? Ja. Uh, het bedrijf moet gaan investeren in de toekomst. Ik moet u zeggen. Op dit moment hebben wij uh, qua voorraden uh, uh, ja, gemiddeld genomen zo'n 300 tot 400 kavels die Sorry. klaar zijn voor de komende 2, 3, misschien 4 jaar. Ja. Maar je moet niet wachten tot ze uh, klaar zijn of althans uh, ja. uitverkocht zijn. Je moet alvast bezig zijn met de toekomst, welke nieuwe gebieden uh, nog ja. meer ontwikkeld kunnen gaan worden. Want als je het hebt over nieuwe gebieden en natuurlijk ontwikkelingen, want uh, uh, ik, ik heb ook begrepen dat er een woonpark houttuin komt, ja. met heel veel faciliteiten. Ja. Kunt u misschien kort zijn over de faciliteiten in dat woonpark? Uh, dat is het nieuwe denken. Woonpark houttuin is het werkelijk het nieuwe denken, waarbij we uh, denken aan een gated community, een beschermd woongebied uh, met slagbomen. Uh, mensen kiezen ervoor om uh, ...aandacht te geven aan hun privacy. Ja. En dat betekent... Uh, ...naast de slagbomen heb je... Uh, ...infrastructuur... ...dat totaal uh, klaar is. Mm -hmm. uh, daarnaast is er een zwembad. Uh, verschillende type... ...woonmodellen. Ja. Uh, op zijn Amerikaans, zal ik uh, maar zeggen. Uh, met airconditioning... ...hydrofoor... Uh, ...wifi... wifi, wifi. Ja, ...alles is aanwezig. Ja, ja. Uh, Camerabewaking. Ja. En dat betekent... Dat de mensen voor een heel aantrekkelijk bedrag ja. al zo'n woonhuis kunnen kopen. Ja. Ja. Nou, vanochtend was de vraag, maar als ik eenmaal gekocht heb, kan ik daar, uh, moet ik daar permanent wonen? Dat hoeft niet. Mm -hmm. Je kan het ook in de verhuur zetten, want we ja. hebben ook een, een, een beheersafdeling. Beheersafdeling, absoluut. Nou, Helmoet, ik ga jou uh, vragen: uh, um, uh, de informatie die wij dus eigenlijk, uh, uh, de informatie die wellicht de. De kijker, de particulier, de cliënt, de cliënten. Die kunnen zij terugvinden um, op jullie website, present.nl volgens ja. mij. Nou, ik ga je bij deze bedanken voor jouw kostbare tijd om naar de studio te komen. Okay. En uh, kijkers, bedankt voor het kijken. U hebt gekeken naar TalkTime van Natra's TV. Ik zie u graag de volgende keer terug. Dank u wel. Tot de volgende keer. Dag.